Week 41. Nederland blijft Europese sancties breken om op een Walhalla te zijn voor Russische oligarchen. Welkom bij Current Ratio. <tied> 최강의 역할을 하기 위해, K-1A1. 지금까지의 수많은 역할을 하기 위해, 이곳, 육군종합종기창으로 왔다. q u 무거운 날을, 담을 이며, 옮겨주신, 시켜주시기 시작한다. U zag net een Koreaanse tank, een Zuid-Koreaanse tank. Van de K-1-serie, de Black Panther. De fabrikant, die maakt het filmpje, zegt dat het de beste tank ter wereld is. Uh, hoe dan ook, Polen is van mening dat dat klopt. Onze vriend Polen in de Europese Unie, in de NAVO, heeft door allerlei recente ontwikkelingen besloten om er duizend van te kopen. Duizend tanks. Het waren er zoveel dat Amerikanen en Duitsers die orders niet konden invullen. Bij die duizend tank tanks krijgt Polen nog eens 150.000 extra militairen erbij. Zo'n 400 stuks uh, ja, van die raketartillerie, die HIMARS-systemen, waar Oekraïne er een paar van heeft. En nog zo'n 600 zelfrijdende kanonnen. Dat is natuurlijk een krankzinnig aantal. Om een idee te geven, Polen heeft over een paar jaar een tankleger dat groter is dan dat van Frankrijk, of Duitsland, of uh, Engeland, of Italië, Nederland, bij elkaar opgeteld. En wat je hier ziet gebeuren, is dat het land Polen uh, het eigenlijk niet meer zo vertrouwt. Dus die wil zichzelf zo sterk maken, dat ze niet meer afhankelijk zijn van solidariteit van anderen. En zeker als je kijkt naar de gebeurtenissen van dit weekend, zouden we wellicht mogen zeggen dat dit een trend is. Nederland is gewend aan soft power. We hebben hele discussies over welke vlaggen we moeten ophangen, met wie we multilaterale verdragen moeten afstemmen. Premier Rutte die reist de wereld rond om handjes te schudden. Het zou kunnen, en dat is een treurige constatering, dat die methode een beetje achterhaald is en dat we weer toegaan naar een wereld met hard power. Het is de vraag of de Nederlander daarop is voorbereid. Dan hypotheken, woningfinanciering. Dat is ook zo'n spannend onderwerp. Nou, misschien wel. Veel mensen kunnen het zich nog herinneren. 2008, de Amerikaanse bank Lehman Brothers viel om. Daarna kreeg je dus een kredietcrisis, maar ook problemen op de huizenmarkt in Nederland. Nou, wat deed dat Lehman Brothers nou? Zij maakte beleggingsproducten van hypotheken. Van huizen waar gewone mensen in wonen. Om het, om het ons makkelijk voor te stellen: ze pakken een schoenendoos. Allemaal hypotheken van mensen gaan in die schoenendoos. Mensen betalen rente. En al die mensen samen die zorgen voor een bepaalde cashflow, zoals dat heet. En daar kun je dus beleggingsproducten omheen bouwen. En als je als buurman de hypotheek niet kan betalen, dan doen anderen dat wel. En op die manier kun je een vrij zeker beleggingsproduct bouwen. Dat allemaal nadelen, want niemand snapt wat er in die schoenendoos zit. Het is vrij moeilijk om daarin te kijken. De Nederlandse banken doen dat nog steeds. Dus de oorzaak van de kredietcrisis in 2008. Dat wordt nu nog steeds gedaan. Uh, een van de banken die dit doet is de Volksbank. Dat is eigenlijk gewoon SNS. Nou, Volksbank, dat, uh, dat klinkt wat leuker. Uh, en zij maken dan voor hun beleggers een rapportage, zoals dat heet. Dat ziet er op deze manier uit. Beleggingsproduct heet dus Lowland Mortgage Back Securities 5BV. Is het dan ook een 4 en een 3? En hebben andere banken dit ook? Ja, absoluut. Dit is een bak hypotheken van 5 miljard. En het gaat om iets minder dan 30.000 mensen. Nou, het gaat goed zolang het goed gaat. En de vraag is: gaan mensen dan wanbetalen omdat ze in de problemen zitten? Dit is een rapportje uit 2008. Sorry, 18, 1 mei 2018 tot 31 mei 2018. En wat zien we daar? Dat er niemand is met een betaalachterstand van meer dan 30 dagen. Dat is dus goed nieuws. Iedereen betaalt netjes in hypotheek. Beleggers blij. En de huizenbezitter ook, behalve dan dat hij een veel te hoge hypotheek heeft, maar dat tezijde. Alleen dit is dus een teken van een gezond beleggingsproduct. Nou, hoe ging het nou fout in 2008? Op een gegeven moment konden heel veel mensen die hypotheek helemaal niet betalen, dus ze begonnen te wanbetalen, zoals dat heet. En dat kon in Nederland ook gebeuren. In Nederland is de huizenmarkt toen met een kwart gedaald. De rente moest ineens heel erg omhoog, gaf allemaal onzekerheid, en heel veel mensen die kregen toen een huis dat onder water stond. Als je net een huis koopt met een hele hoge hypotheek en de rente gaat dan omhoog bijvoorbeeld, nou, dan zakt die huizenmarkt weer in, krijg je een heel vervelend effect. Jouw hypotheek is hoger dan de waarde van je huis. Dan word je door je bank gebeld, misschien raak je je baan wel kwijt, krijg je achterstanden en het is dan de taak van de bank om dat ook aan de beleggers te melden. Als we nu niet in 2018 kijken, maar het meest recente rapport van dit specifieke beleggingsproduct van 1 mei 2023 tot 31 mei 2023 in een tijd van veel hogere inflatie en rente dan een paar jaar geleden... dan zie je toch wel wat dingetjes gebeuren. Op die bijna 5 miljard aan hypotheken is er één persoon, heel interessant... en die heeft 16 tientjes achterstand op zijn hypotheek. Nou, dat is natuurlijk geen probleem, dat zal een administratief foutje zijn. Het is ook één hypotheek van anderhalve ton. Waarschijnlijk heeft iemand al een flink stuk afgelost. Waar we net nog zagen dat er niemand was met een betaalachterstand... van 30 dagen tot 59 dagen... Of 60 tot 89 dagen, enzovoort. Zien we nu dat er wel degelijk mensen uh, inlopen, zoals dat heet. Dus die krijgen te maken met een betaalachterstand. Sterker nog, er is een groep mensen die heeft een betaalachterstand van meer dan 180 dagen. Nou, is dit nou iets om je zorgen om te maken? Uh, bij dit specifieke beleggingsproduct is het nog steeds zo dat 99,5% van alle hypotheken op tijd wordt betaald. En ja, dat is een ontzettend goede score en daarom zijn die hypotheekbeleggingen in Nederland ook zo ontzettend populair. Want de Nederlander is braaf, die zal altijd de hypotheek wel betalen aan het pensioenfonds of de buitenlandse belegger. Het wanbetalen is nu dus opgelopen tot een half procent. Nou, om je af te vragen of dat een hoog of een laag percentage is. Je mag best wel zeggen dat je tussen 2009 en 2013 een soort van crash op de huizenmarkt had en op het hoogtepunt. Was het percentage wanbetalers ongeveer drie kwart procent? En dat zit nu dus op een half procent in plaats van op 0%, waar je dus vijf jaar geleden zat. Dus qua wanbetalen zitten we op twee derde van het niveau van het hoogtepunt van de kredietcrisis. En ook dit is een statistiek die we in de gaten moeten houden. Even gewetensvraag: er zijn twee fantastische films hierover gemaakt. Eén heet Margin Call en de andere is The Big Short. Wie ze niet allebei heeft gezien, moet nu voor straf. Tien keer opdrukken. De film Margin Call is gratis op YouTube te bekijken. En dat gaat over een specifieke situatie, een, een fictieve bank, waarbij een risicoanalist in dit soort cijfers moet duiken, die ziet dat er een probleem is en langzaam begint door te sijpelen. Uh, naar boven toe dat er eigenlijk sprake is van een kredietcrisis. En het zijn dan dit soort berekeningen. Dus op korte termijn is er nog geen moord en brand, want het overgrote merendeel van de mensen betaalt die hypotheek gewoon. Maar er zijn nu dus wel degelijk mensen met een betaalachterstand van meer dan zes maanden. En dat is best bijzonder. Worden die mensen dan niet uit hun huis gezet? Dezelfde rapporten laten ook zien dat het heel onwenselijk is om mensen uit hun huis te zetten, want dan moet het huis gedwongen geveld worden en dan maak je daar weer een ontzettend verlies. Dus kennelijk zijn die banken hier wel mee bezig. Ze lezen deze rapporten van elkaar. Er is iets aan de hand. Qua wanbetalen zit op twee derde van het niveau van de kredietcrisis. Qua omvang is het nog niet zo erg, maar de trend is er wel eentje die we moeten blijven volgen. Dan het hoofdonderwerp van deze week: sancties, Europese sancties, vanwege de oorlog in Oekraïne. Nederland breekt die sancties. En de vraag is eigenlijk waarom? We hebben het vorige week gehad over de Russische, maar ook de Oekraïnse oligarchen die op de Zuidas zitten. Ze hebben daar een kantoortje, zodat ze bepaalde belastingvoordelen krijgen. Alsof ze daadwerkelijk Nederlander zijn. Nou, hoe word je Nederlander? Het is letterlijk waar dat als je de lift instapt op de zuidas bij zo'n grote toren. Op de vierde of de vijfde verdieping aangekomen, blijkt dat de helft van heel veel bedrijven eigenlijk gewoon een schaduwbedrijf is. Dus je kijkt naar binnen en je ziet niet meer dan een koffiezetapparaat en een kamerplant. Meer vraagt Nederland niet: dat zijn de substancewetten, de inhoudswetten. Wat is het minimale dat ik moet doen? Om mezelf als Nederlander op de kaart te zetten. Deze week willen we het graag hebben over Oleg Deripaska. Niet iedereen zal hem kennen, maar het is de eigenaar van een van de grootste aluminiumfabrieken ter wereld, Rusal geheten. Oleg Deripaska heeft een, een interessante geschiedenis. Als hij een bankrekeningetje zou willen openen bij de Rabobank, dan zou hij niet door de Know Your Customer-wetgeving komen. Om de een of andere reden, het is reeds gezegd legt Nederland een rode loper uit voor miljardairs als Oleg Deripaska. Oleg staat inmiddels ook op de Europese sanctielijst. En dat heeft alles te maken met zijn bemoeienissen uh, met de oorlog in Oekraïne, maar überhaupt al het feit dat hij een Russische oligarch is. Veel mensen zullen misschien zeggen, nou, dat moet je zelf weten of je een Russische oligarch bent. Feit is dat Nederland wetten heeft ingesteld en accepteert... Die inhouden dat Oleg Deripaska zo'n brievenbusbedrijfje hier helemaal niet mag hebben. Oleg Deripaska is geboren toen er nog een Sovjet-Unie was. Die viel uit elkaar, grote chaos. En op een of andere wonderbaarlijke wijze heeft Oleg Deripaska ervoor kunnen zorgen dat hij alle aandelen in een aantal van die enorme uh, mijnen, aluminiumfabrieken, is in zijn bezit kreeg. In dat proces zijn er wat mensen op dubieuze wijze overleden, maar het is wat het is. We gaan het even hebben over zijn belangrijkste bedrijf en dat is Rusal en dat is, u raadt het al, een Nederlands bedrijf. Rusal vinden we in Amsterdam met inderdaad niet meer dan een kamerplantje en een koffiezetapparaat en via een andere tussenholding die zit in Rusland, genaamd EM+, Plus, heeft hij daar een meerderheidsbelang in. Hij zit daar met een andere interessante oligarch, Victor Vekselberg, maar die verdient ook wel een eigen uitzending. Oleg Diripasca is een beetje omstreden, is reeds gezegd, wat men daar ook van vindt. Hij staat op de Europese sanctielijst, mag Nederland niet in, kan zijn eigen kamerplant ook geen water geven, en dat betekent dat hij sprake is van een illegale constructie. Dat rusal, dat is zo groot dat sancties ook eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn, dat blijkt ook wel uit gesprekken met Europese officials. Dus we willen Oleg Deripaska misschien wel op de sanctielijst zetten, maar het kan helemaal niet. Als we nou nog eens naar dat Rus al kijken, dan krijgt hij dus zelf het grootste deel van de winst. Op een uh, fiscaal vriendelijke wijze. Daarom is die kamerplantconstructie er ook. Er zijn een aantal andere aandeelhouders. En één daarvan is Volnew Delo. Ik ken dat ook niet. Maar dat is een liefdadigheidsstichting van hemzelf. Het is een beetje de, de Gates Foundation van, van Rusland, zou je kunnen zeggen. Interessant aan Oleg Deripaska is dat hij ook een wapenbedrijf heeft. Uh, ik zal het niet proberen het in het Russisch uit te spreken, maar als je het afkort is het GAZ. Mensen die de oorlog in Oekraïne volgen, die zullen zijn producten wel kennen. Via de Arzamas fabriek uh, levert hij twee type panzerwagens aan de Russische strijdkrachten. Eén daarvan is de BTR-82A. Die zie je heel vaak uh, op beelden nadat ze een antitankgranaat hebben opgegeten. En de andere, dat is het apparaat rechts, dat is de Tiger-M. En dat is een gewone jeep eigenlijk, maar dan kun je allemaal koepels erop monteren en dan kun je het voor verschillende doeleinden gebruiken. Het zou voor de Russen vrij moeilijk zijn om door te vechten zonder de wapens van Oleg Deripaska. Bij de oorlog in Oekraïne uh, is er sprake van verliezen aan de Russische kant, aan de Oekraïnse kant ook. Dat wordt dan goed gemaakt door het Westen, iedereen kent de verhalen. In Rusland zijn er een aantal wapenfabrikanten die dat voor de Russische strijdkrachten moeten doen. Uh, en dat betekent dat de fabrieken van Oleg Deripaska overuren draaien. Dat zien we ook in berichtgeving in Russische media. Dit is een Russische site van mailbloggers, zoals dat heet. Dus dat zijn mensen die de gangen op het slagveld volgen, informatie delen. Dat is vaak heel erg interessant. Interessante Telegram-kanalen hebben ze. Uh, dit is een persbericht wat daar wordt gedeeld van de Russische minister van Defensie. Dat is Shoigu. En die zegt: ja, de Arzamas-fabrieken. Waar die twee typen panzerwagens dus worden gemaakt, uh, die hebben een omzetstijging gezien van 400%. En de reden waarom dat zo is, is natuurlijk logisch, omdat al die verliezen moeten worden goedgemaakt. En dat betekent kassa voor Oleg. Rusal, dat is dus een Russische aluminiumfabriek, die we in Amsterdam vinden, sancties of niet, heeft dus Oleg Deripaska als belangrijkste aandeelhouder, maar ook die stichting. Nou, die stichting is in het nieuws geweest omdat er uh, duidelijke verhalen zijn dat kinderen uit Oekraïne. al dan niet vrijwillig worden geadopteerd door Russische ouders. Uh, die kinderen die, die ontvluchten dan dat oorlogsgebied, wordt er gezegd. Uh, en Oleg Diripaska zegt hij op zijn website. is zo aardig om ze dan onderdak te bieden. Nou, de vraag die dan daarbij natuurlijk omhoog komt is. of die kinderen wel om die situatie hebben gevraagd. Oleg Diripaska zet op de website van zijn stichting. Dat hij 350 kinderen onderdak heeft kunnen bieden. En dat doet hij natuurlijk omdat hij daarmee uh, aan beide kanten van het nieuwe ijzeren gordijn vrienden kan houden. En aan de Russische kant toe kan hij laten zien dat het uh, hem menens is. Dat hij een echte patriot is en dat hij ook zijn dingetje doet... Voor de Russische kant van het verhaal. Intussen moet hij proberen sancties te ontwijken in het Westen. en moet hij hier ook een wit voetje halen. Je ziet dus ook regelmatig een persbericht van Oleg Deripaska. waarin hij uitlegt dat hij die oorlog zo vreselijk vindt. Nou, dat persbericht waarbij hij zei. Ik heb 350 kinderen opgevangen. viel ontzettend slecht in Oekraïne. En toen heeft hij dat dus ook weggehaald. Dus hij vond het zelf kennelijk een beetje problematisch. Um, sindsdien wordt die site ook niet meer ververst. Het is een beetje een raar verhaal. Um, maar zijn stichting is om deze reden ook uh, nogal uh, omstreden, mogen we zeggen. De Europese Unie heeft die ontzettend uh, lange sanctielijst, um, meer dan duizend pagina's met allemaal interessante personen. En echt niet alleen Russen hoor, uh, ook veel mensen uit Noord-Korea, Iran. Bedenk het maar. Hoe dan ook? Daar vinden we Oleg Deripaska met zijn GAZ-groep, uh, maar ook Russen al. Deze sancties betekenen praktisch dat de desbetreffende oligarchen geen bedrijfje meer mogen hebben op de Zuidas. Want als jij zo'n mooi kamerplantbedrijfje wil hebben, dan moet je Nederland kunnen invliegen, de kamerplant water geven, een jaarvergadering houden. En dan lijk je dus op een echt bedrijf. En dat is allemaal niet mogelijk als je de Europese Unie niet eens in mag. Toen de oorlog in Oekraïne begon, is er iets interessants gebeurd. Heel veel trustkantoren. Die houden zich aan de regels en die hebben toen de relatie met de klant beëindigd. Er zijn echter een paar trustkantoren en die hebben geen vergunning van de Nederlandse Bank en die hebben toen al die oligarchen opgebeld en die hebben gezegd van: als je nou via mij je boekhouding laat regelen, dan kun je nog steeds in Nederland blijven, maar dan val je buiten die sanctiewetgeving. Dat is interessant. Er zijn dus fiscaal adviseurs die buiten de regels omwerken en als je dan daar aansluit. Dan heb je ook helemaal geen last van het toezicht van bijvoorbeeld de Nederlandse bank. of het ministerie van Financiën. Dat zou je als privépersoon of als Nederlandse ondernemer eens moeten doen. Van ik sluit me dan wel aan bij iemand die zich niet aan de wet houdt. Binnen die trustsector is dat interessant genoeg mogelijk. Wat blijkt nou? Op kabelweg 57. Dat is een, uh, een kantoorpand bij Amsterdam Slotendijk. Het is niet echt een ontzettend mooie omgeving. Je zou er een keer kunnen gaan kijken. Er is een trustkantoor geweest dat heeft gezegd: "Kom allemaal maar bij mij en dan kun je gewoon hier je bedrijfje houden." En dan doen we alsof er niks aan de hand is. Wederom, dit is dus niet de bedoeling. Oleg Deripaska en zijn kamergenoten op Kabelweg 57 in Amsterdam genieten van belastingvoordelen waar ze eigenlijk niet zouden van mogen genieten, want ze houden zich niet aan de wet. Er worden hier Europese sanctieregels gebroken. Wederom de vraag, waarom is dat zo? Heel veel mensen die weten hoe de Nederlandse fiscus omgaat met de eigen mensen. Toeslagenschandaal gezien. Veel ondernemers die weten ook wat er gebeurt. Als je de aangifte van de BTW misschien maar een paar dagen te laat inlevert... Dan, dan, dan komt er een stortvloed van blauwe brieven. En je wordt uitgekleed waar je bij bent. Boetes. En dan moet je achteraf aantonen dat jij eigenlijk helemaal niks fout hebt gedaan... Intussen wel alvast betalen. Mensen kunnen door conflicten met de Belastingdienst in grote problemen raken. Uh, alleen de oligarch heeft een uitzonderingspositie. En dat gaat vrij ver. Het gaat verder dan Kabelweg 57 in Amsterdam. In de vorige uitzending hebben we het ook gehad over Rostec. Een ander groot wapenbedrijf. Uh, met een directeur, Sergei Tchemezov. De, de beste vriend van uh, Vladimir Poetin. Ze kennen elkaar nog uit de KGB-tijd. En die hadden ook zo'n bedrijfje. Op Jachthavenweg 130. Tijdens wat correspondentie over en weer tussen de Kamer en de regering kwam ook de vraag van wat klopt er eigenlijk van het feit dat die Russische oligarchen en Sergej Tjemesov in Amsterdam zitten. Dus voordat je daar allerlei conclusies aan verbindt zou het leuk zijn als de regering zegt of dat wel of niet klopt. En dan blijkt wat de waarde is van de deal. De regering zal dan altijd zeggen dat de privacy van de belastingplichtigen het belangrijkste is. En dat zul je hier ook zien. Als hier ooit Kamervragen over worden gesteld, dan kan de regering niks zeggen, omdat ze de privacy van de desbetreffende belastingplichtigen moeten respecteren. Ik wil u graag meenemen naar september 2014, in de nasleep van ma 17 Er was toen een grote Europese top geweest. En in de nasleep daarvan kwam er een rondje Kamervragen, uh, waarin Jesse Klaver het gesprek aangaat met Mark Rutte. Laten we dat even kijken. Uit het onderzoek van 9to5 blijkt bijvoorbeeld dat het Russische staatsbedrijf Rostec een joint venture heeft op de Zuidas. Het dochterbedrijf van Rostec verkoopt wapens van alle Russische fabrikanten, onder andere de Buk luchtdoelraketten. Omdat Rostec de belangrijkste leverancier is van wapens aan de Russische strijdkrachten, staat de directeur van dat bedrijf, Shemesov, op de sanctielijst van de Verenigde Staten. En volgens het onderzoek van 9 to 5 ontvangt Nederland deze fiscale vluchteling met open armen. Voorzitter, dit is onvoorstelbaar en onacceptabel. Klopt dit bericht? Vraag ik de, de premier. Klopt het dat Chemesov ook niet op de Europese sanctielijst staat? Voorzitter, ik kan hier niet één specifiek bedrijf noemen. Wat ik wel kan doen om toch te proberen uh, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de heer Klaver, is zeggen dat ik nog eens even dat heb nagegaan. Uh, dat bepalend voor Nederlandse acties tegen ondernemingen in Nederland is de Europese sanctielijst. Dat uh, de persoon waar hiernaar gerefereerd wordt niet op de Europese sanctielijst staat. Uh, en uh, het mocht op basis van sanctiecriteria redenen zijn om individuen te listen, dat Nederland dat zal doen. Maar op dit moment is dat niet het geval. En verder kan ik niet op een individueel bedrijf ingaan. Dus uh, de heer Klaver houdt de motie aan, zie ik hem uh, jaagschudden. Uh, en het kabinet kijkt hoe we met dit verzoek kunnen omgaan. We berichten u daar, hetzij openbaar, hetzij vertrouwelijk over. Ja. Dat zijn interessante antwoorden. Het gaat hier inderdaad om Sergej Tjemezov, waar we het vorige week ook over hebben gehad, van Rostek. En Rutte, ja, die moet nou eenmaal de privacy beschermen van de persoon in kwestie. En je zou kunnen zeggen: we doen een onderzoek, maar daarvan werd al gezegd dat mag je zo iemand niet aandoen. Op het einde van het fragment zegt onze premier dat er wel een onderzoek zal volgen. En de Tweede Kamer die zal dan geïnformeerd worden. En dat informeren zal in het openbaar gebeuren of vertrouwelijk. Dat werd letterlijk gezegd. Dat is een heel mooi uh, Ruttejaans rossel antwoord. Want als je het zo brengt, dan zou je later tegen de pers kunnen zeggen. Van ja, ik wil er niet over beginnen, want misschien is de Tweede Kamer wel geïnformeerd. Maar dat deden we dus achter gesloten deuren en daarom kan ik er niks over zeggen. Uh, de andere optie is dat het wel in het openbaar gebeurt. Nou, dan zouden we er wat over kunnen vinden in de archieven van de Tweede Kamer. Het feit dat dat niet kan, betekent dat dus niks, want misschien is het wel achter gesloten deuren gebeurd. Na vertrouwelijke gesprekken kan ik u melden dat geen van beide waar is. De, de briefing met de Tweede Kamer hierover is er nooit geweest. Dus Rutte, gebruik deze mooie truc om het een beetje uit de media te kunnen houden. Maar hij heeft de Tweede Kamer hier nooit daadwerkelijk over geïnformeerd? Hoe ik dat weet, kan ik helaas niet zeggen, want het is vertrouwelijke informatie. Vervelend dat dit soort dingen niet gewoon in het openbaar kunnen. Bij de eerder genoemde Kamervragen van de kant van Rick Gras of van GroenLinks wordt dan ook gerefereerd aan dat onderzoek. Zou de regering, de minister-president of anders de minister van Financiën of Buitenlandse Zaken nog eventjes terug kunnen komen op dat onderzoek? Want dat was nu eenmaal beloofd. Het antwoord luidt als volgt. In het debat over de uitkomsten van de Europese Raad op 2 september 2014 zegde de minister-president toe dat Nederland en de EU. Niet zal nalaten individuen op de sanctielijst te plaatsen indien er op basis van de sanctiecriteria redenen hiertoe zijn. Op 12 september 2014 is de heer Tchemezov op de Europese sanctielijst geplaatst. Dat is een interessant antwoord, want in het fragment zagen we Mark Rutte iets heel anders zeggen. Hij zegt dat hij niet kan ingaan op specifieke gevallen omdat hij anders de privacy van de desbetreffende Russen zou schenden. Het is dus niet zo dat hij ingaat op zijn belofte om een onderzoek te doen. Veel mensen zijn hem vergeten. Erik Wiebes, de staatssecretaris van Financiën, die moet een deel van de Kamervragen beantwoorden. En hij is inmiddels vertrokken. Je zou kunnen zeggen dat hij de zondebok is geworden van de toeslagenaffaire. Uh, maar hij bemoeit zich ook met deze Kamervragen en hij praat eigenlijk zijn mond voorbij. Want wordt er gevraagd door de Tweede Kamer: wat betekent het eigenlijk als jij op een sanctielijst staat? Dus ongeacht wie het is en of het terecht is dat een bepaalde Rus of een Oekraïner of wie dan ook op een sanctielijst staat, wat zijn daar de gevolgen van? Je hebt zo'n mooie brievenbus in Nederland, fiscaal vriendelijk, met kamerplant, maar je mag het land niet in. Wordt dan die constructie ontbonden? Word je onteigend? Krijg je boetes? Erik Wiebes geeft het antwoord, waarbij hij dus zijn mond voorbij praat. De Nederlandse Belastingdienst biedt de mogelijkheid om een deal te sluiten. En dat heet een APA, een Advanced Pricing Agreement. Op zich is dat niet heel vreemd of interessant. Het kan gebeuren dat een Nederlandse ondernemer. bijvoorbeeld een aantal bedrijven wereldwijd heeft. en dat het vrij lastig is om in te schatten. hoeveel belasting die dan moet betalen. Nou, als je geen zin hebt in gedonder, je wilt het gewoon netjes doen. dan kun je de Belastingdienst van tevoren opbellen. en zeggen. hoe moet ik dan op een gegeven moment aangifte doen? Dat is dan jouw Advanced Pricing Agreement, jouw APA. en dan is iedereen blij. Erik Wiebes. Die geeft een heel lang antwoord op de Kamervragen van Rick Grashoff. Meneer Wiebes, hartstikke bedankt daarvoor. Dat geeft heel veel inzicht. En Erik Wiebes, die zegt daar letterlijk dat als jij de regels breekt. bijvoorbeeld, je staat op een sanctielijst. je mag Nederland niet in. waardoor je dus ook niet aan de regels kunt voldoen. dan is het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen. dat jij ook met de fiscus. zo'n Advanced Pricing Agreement mag afspreken. Dat is dus letterlijk wat hij zegt. Ik werd net al genoemd. Als je als Nederlander je niet helemaal aan de regeltjes houdt, dan word je dus helemaal uitgekleed. Dit is de behandeling die de oligarchen krijgen die op de sanctielijst staan. Wederom de vraag, waarom is dat zo? Verdienen wij hier dan heel veel geld aan? Uh, wilden we een leuke deal maken met Poetin? Dat is gedurende dit proces nooit duidelijk geworden. Wat hieruit wel blijkt, is dat het geaccepteerd is om op de sanctielijst te staan. Het is heel moeilijk om nu nog als. Oligarchen op een sanctielijst in Nederland erbij te komen. Maar de oligarchen die er zijn, die zien dat hun privacy gerespecteerd blijft. Een Nederlandse ondernemer, die weet dat hij zich aan de regels moet houden en op tijd een jaarrekening moet inleveren. In principe staan daar zes maanden voor. Na einde boekjaar. Het is heel verstandig om je aan die regels te houden. Want dat niet doen is op zich al een economisch delict. Zoals dus als je boekhouding een klein beetje rommeltjes en je bent iets te laat, dan kun je al een dikke boete krijgen van 5000 euro of meer. Nou, uit interesse gaan we natuurlijk eventjes kijken in de jaarrekening van Oleg Diripasca op kabelweg 57. En wat zien we daar? Ik kon het al een beetje raden, is dat hij ook geen jaarrekeningen meer inlevert. En dat doet hij al vanaf 2020. In de jaarrekening van 2020, daar vinden we een aantal ja, typische doorstroomtransacties. Er gaat wat geld Nederland in, er gaat geld Nederland uit naar de Bermuda-driehoek. Dan is het weg en dan kan die vanaf de Bermuda-driehoek weer... Terug vastgekopen in Europa, wat voor Oleg Diripasca ontzettend gunstig is. Maar wij kunnen dus verder niet zien wat daar allemaal gebeurt. Het gaat in deze niet alleen om de persoon Oleg Diripasca. Ik kan er honderden noemen. Waar het om gaat is dat hij op de Europese sanctielijst staat en dat Nederland de keuze maakt om die sanctielijst niet te respecteren. Sterker nog, bij gesprekken hierover met Kamerleden wordt stevast verwezen naar de privacy. En dat is echt iets dat voor uh, Nederlandse belastingplichtigen niet geldt. Als een tweede Kamerlid heel erg geïnteresseerd is in bepaalde speciale afspraken, die de Belastingdienst dan klaarblijkelijk maakt met deze oligarchen, dan is ook dat niet mogelijk. Nogmaals, telkens als een Kamerlid hier een kritische vraag over stelt. Dan zal de regering zeggen van. Ja, wij hebben nou eenmaal een geheime afspraak. Uh, met de oligarch of met Poetin. Wij gaan u niet van informatie voorzien. Dat brengt ons terug bij het grote waarom. Waarom moet een regering zo ontzettend veel moeite doen. om deze mensen te willen te zijn? Is het zo, omdat Nederland ontzettend veel geld verdient aan deze constructies? Nou, dat is op zich niet heel waarschijnlijk. Want die constructies zijn zo opgetuigd. dat er geld heen en weer gestuurd kan worden. waarbij er bij de tussenschakels zo min mogelijk geld aan de strijkstok blijft hangen. Een oligarch, een miljardair, die houdt van efficiëntie, Dus dat zal het niet zijn. Wat wel als een paal boven water staat... is dat deze geheime overeenkomsten met de oligarchen worden gesloten. Dus misschien een fiscale tip. Bent u een toeslagenouder? Bent u een ondernemer... die eigenlijk om niets helemaal wordt uitgekleed door de Nederlandse Belastingdienst? Doe een Oleg Deripaskaatje. Zorg dat uw geld in Oekraïne ligt... Boek het vanaf daarover naar een tussenholding op Cyprus. En boek daarvan de aandelen weer over naar Amsterdam. Dat mag, dan valt u onder de privacywetgeving. En dan zal Rutte desnoods sancties breken om u ter willen te zijn. Dat is toch veel fijner dan dat gedonde met die blauwe brieven? Dit was Current Ratio. Tot de volgende keer.